En we zijn weer terug vanuit de Kromhoutwallenhallen in Amsterdam-Noord, waar wij de hele dag uitzenden vanaf de Imers E-Day. Veel gasten die op het podium hebben gestaan schuiven aan, waaronder Wart. Wart, wat heb je hier verteld? Ik heb hier een verhaal verteld over e-sports, competitief gamen en die wereld. En eigenlijk het verhaal dat gaming is al lang niet meer alleen maar het spelen van een spelletje. Maar het is veel groter dan dat. Het kijken naar games. Nou, denk bijvoorbeeld aan je neefje, je zoontje die Minecraft speelt. Ja, die kijkt ook heel veel YouTube-video's. Dus ja, er is een enorme wereld nu ontstaan en een groei. Naast het spelen van games. En dat is het kijken van games. Waaronder dus het competitief gamen. Ja, dus het kijken van games. En hoe moet ik dat voor me stellen? Is dat online, offline? Het is online en offline. Dus het kan zijn een stadion met 15.000 man. Die helemaal uit zijn plaat gaat. Dus een paar keer per jaar heb je echt een voetbalstadion vol met fans. Die kijken naar gamers op het podium. Het is echt van hoog niveau. Maar heel veel gebeurt ook online via een streamingplatform als Twitch.tv. Dat is gekocht voor heel veel geld door Amazon. Ja, daar wordt voornamelijk gekeken naar al deze wedstrijden. Daar kun je fans, de fans kunnen daar hun idolen bekijken. En je kan, daar trainen mensen bijvoorbeeld ook. Die hebben dan hun eigen kanaaltje, de spelers. Bijvoorbeeld de Messi van een bepaalde game. Die traint dan ook. Dus je kan je tijdens de training bekijken en mee praten. En zijn wedstrijden volgen. Je bent zelf ook een gamer? Ik ben zelf ook een gamer. Ben je daar zo in terechtgekomen? Ik heb in de game-industrie gewerkt voornamelijk als journalist. Dus ik review de games. Dat is mensen films reviewen. Naar veel events geweest. Media er rond gemaakt. En ja, competitief gamen trok me. Het is net als je hebt nieuws en je hebt sport. Ja, dus sport, het gamen trok me enorm. Altijd al gedaan. En toen ben ik erin beland. Mensen leren kennen, me erin verdiept. Mijn collega's lachten me echt 5 jaar uit. Van oké, je gaat kijken naar games. Waarom speel je niet zelf? En nu snappen ze, ja, dit is echt een groot en heel interessant business. Ja, want het is big business, toch? Ja, het is big business. Het is 500 miljoen waard op dit moment. Je hebt 61 miljoen aan prijzengeld. Ja, een schaatser als Sven Kramer kan alleen maar dromen van zoveel prijzengeld in het schaatsen. Dus het is echt big business. 300 miljoen fans al wereldwijd en het is enorm hard aan het groeien. Nou heb je natuurlijk ontelbaar verschillende soorten games en alles. Wat zijn nou de populaire sporten? De populaire games op dit moment zijn League of Legends, Dota 2, Hearthstone, Counter-Strike en StarCraft 2. Okay, Counter-Strike is een schietspel. Ik wil het zeggen, dat zegt de meeste mensen niet. Wat voor type spellen zijn dat? Zijn strategische spellen. Counter-Strike is een schietspel, 5 tegen 5. StarCraft is, je maakt een leger, daarmee ga je vechten. Maar ja, je moet, ondertussen dat je vecht, moet je ook een leger bouwen. Dus dat is heel complex om te spelen. Hearthstone is een kaartspel en dan de spellen Dota en League of Legends lijken heel erg op elkaar. Dat is 5 tegen 5 ook, alleen dan van bovenaf zien het veld en bestuur je één held. En iedere held heeft een andere rol. De ene is bijvoorbeeld meer als een keeper, de andere is meer de spits, die moet de doelpunten maken. En de andere moet juist verdedigen en zorgen dat zijn spits veilig blijft. Dus er zitten heel veel strategische en interessante dingen in om iedere dag over te lezen, over te schrijven en mee bezig te zijn. Ja. En is het alleen maar kijken naar die games? Of is er ook andere, kun je meebeslissen, meedoen, participeren, op een bepaalde manier communiceren? Bij die games kan je eigenlijk altijd chatten. Ja. En daar heb je dus heel veel grapjes, memes die daar in de chat heel veel rondkomen. Dus echt internetcultuur. Wat je ook kan doen is als je bijvoorbeeld je favoriete gamer hebt, dan kan je, hij streamt gewoon gratis, je kan het gratis bekijken. Maar wat je dan bijvoorbeeld hebt is je kan je abonneren op hem. En je krijgt het gratis, maar je zegt nee, ik geef jou $5 per maand. Of hier heb je €100, of hier heb je €5 of €1. Je kan geld doneren en dat gebeurt best wel veel. Wat ik dus zie in de e-sports, en heel veel mensen zijn bezig met sponsored content. Maar het is eigenlijk een soort van crowdfunded content. Je zegt eigenlijk, ja, ik vind tof wat jij maakt, hier heb je geld. En dat doet de community. En zo is bijvoorbeeld vorig jaar, of dit jaar, is de grootste prijzenpot die er was in e-sports was 20 miljoen. En daar is het grootste gedeelte, is gecrowdfund. Want alles wat in 2 maanden online in de game gekocht werd, daar ging 1/3 van naar de prijzenpot, dus 20 miljoen. Nou, je snapt, 2/3 ging naar de ontwikkelaar, dus die heeft 40 miljoen op de kop getikt. Het is groot geld. Nou, je had het al inderdaad over dat er €500 miljoen, of in ieder geval een groot bedrag in omgaat. Is er dus een deel crowdfunding en dergelijke? Maar zijn er ook al grote merken die dit ontdekt hebben? Of zijn het de spelletjesfabrikanten? Nou, je hebt natuurlijk, de gameontwikkelaars investeren er ook in, want dit is een perfecte marketing tool voor je game. Ja. Als er een groot toernooi is, dan zie je de spelersaantallen van je game zien omhoog gaan. Ja. Dus daarom vind je geld. Maar je ziet bijvoorbeeld bedrijven als een Logitech of als een Intel maken PC-onderdelen. Ja.
spelers spelen met dat keyboard. Dat keyboard wil je ook hebben als fan. Ja. Maar je ziet ook een Coca-Cola instappen, een Red Bull. Je ziet een Schalke heeft een heel team gekocht. PSV en Ajax willen allebei een speler. Eredivisie wil ook aan de slag ermee. In Amerika heb je NBA eigenaren of oudspelers zoals Magic Johnson. Die investeren er ook in, die kopen teams. Dus op die manier komt er ook heel veel geld in. En daarbij gaat het voornamelijk om het creëren van waarde. En niet disruptief zijn. Dus normaal op tv heb je bijvoorbeeld reclame tussendoor en dat is storend en dat trekt aandacht op het merk. Maar bijvoorbeeld een headsetfabrikant in de e-sports industrie, die hangt alleen maar zijn headset bij professionele spelers om of rondom een monitor, dat die in beeld is. En dat is vaak al genoeg. Dus gewoon brand awareness creëren, maar niet en bijdragen aan wat het is. En dat is echt wat je ziet in de e-sports. Het gaat om die community die elkaar ondersteunt, die daarmee bezig is. Het is een sociaal leven en als je daar instapt als merk, ja, dan moet je iets bijdragen daaraan. En dan moet je niet voor je eigen gewin daar overduidelijk instappen. Ja. Nou, daar heb je vaker bij nieuwe technologieën, nieuwe trends. En dan gaat het in eerste instantie, is dat zo. Maar dan op een gegeven moment dan wordt het door de echte het grote geld ontdekt. En dan verdwijnt dat. Zie je dat al een beetje gebeuren? Nou, ik zie op dit moment niet echt gebeuren. Omdat het is voornamelijk een online cultuur. En als jij echt een grove fout maakt als merk. Ja, dan sta je op Reddit, het grote internetforum. En dan... Ja, dan is het, dat doet meer schade dan dat het je uiteindelijk oplevert. Ik denk uiteindelijk wel dat het daar naartoe gaat, wat je nu ziet bij een Champions League, dat je honderden borden langs de kant hebt voor die brand awareness. En dat die merken zoals McDonald's en zo stappen ook allemaal al in. Dus dat ga je wel krijgen. Maar het is toch een andere soort van benadering. Net zoals Nike, ja, die sponsort de speler en die draagt dan die schoenen. Dus die schoenen wil je ook hebben, dat zie je ook wel. Dus dat komt ook. Maar het is ook wel wat subtieler. Het is wel duidelijk dat het gesponsord is. Maar je kan niet te veel gekke dingen doen. Okay. Heb je nog andere trends gespot waarvan je denkt, nou, die gaan de komende tijd belangrijk worden? Ja, op dit moment zie je dat. In Nederland ben ik zelf bezig met de Eredivisie. En dat betekent als we nu een Eredivisie creëren voor die games die ik noemde, dan kunnen ook de grote internationale toernooien, die stadionvullende toernooien, naar Nederland komen. Dat doe ik voor ESL. En dan zie je dus dat ook in Nederland de kwaliteit omhoog gaat. Dan krijgen we betere spelers, dan krijgen we meer Arjen Robbins, meer Van Persies. En dan wordt het interessant. Op dit moment zie ik het gewoon voornamelijk doorgroeien. Het wordt steeds gekker, je ziet steeds meer grote spelers instappen. En dan is de vraag inderdaad, hoe gaat die overstap zijn naar de massamedia of de traditionele media? Want op dit moment is juist dat wat in e-sports gebeurt heel disruptief voor de traditionele media. Die bijvoorbeeld tv vraagt zich af. Iedereen heeft het al gemist. Ja, wat moeten we hiermee? Ja. En bij e-sports is het eigenlijk, vroeger dachten we hebben tv nodig. En nu is het eigenlijk, ja, we doen het allemaal online. Dus als je een tv, ik denk zeker dat tv rondom e-sports absoluut mogelijk is. Want ja, tv rondom voetbal, praatprogramma's, het erover hebben. Absoluut heb je tv überhaupt nog nodig als het al populair is, gewoon inderdaad online? Nou, ik denk als je kijkt naar bijvoorbeeld darten. Darten was ook al groot. Maar op het moment dat je het naar tv brengt, breng je het ook naar de massa. En dan moet je dan ook anders inzichtelijk maken, zoals een Olaf Mol met Formule 1. En dan, ik denk dat je daar tv wel voor nodig hebt. Maar is het interessant voor de massa? Want ik denk dat absoluut. De bejaarden gaan niet allemaal naar een gamer zitten te kijken waarschijnlijk. Nee, maar ik denk dat het iets is dat redelijk snel kan veranderen. Omdat de doelgroep nu, of de mensen die naar kijken, is tot en met 35, 40. Dus het is al een redelijk oude doelgroep. Ja. Je hebt gamers en je hebt mensen die er naar kijken. En de mensen die naar e-sports kijken zijn over het algemeen wat ouder. Ze zijn hoog opgeleid, hebben een fulltime job. Dus ja, daar is ook. Het zijn eigenlijk de mensen die niet meer tv kijken, die kijken e-sports. Dus daar valt zeker wat te halen. En ik denk dat interessant is om mooie content over te maken. Net zoals je dat doet met een voetbal international. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Voor wie live meekeek, dankjewel voor het kijken. Voor wie dit terug wil kijken, we zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal, waar alle uitzendingen van de ID terug te zien zijn.